bedoel, dit is echt een soort virtueel kernwapen. Dit is echt heel ernstig. Dat kunnen we niet genoeg. Dat kunnen we echt. Het belang is enorm groot. Op Twitter zagen we gisteren veel beelden van inslagen en aanvallen in Oekraïne. En een van de video's waarin een explosie te zien is, bleek later helemaal niet in Oekraïne te zijn, maar in China. Een ander filmpje waarin een felle lichtflits door de lucht schiet bleek uit januari te zijn en niet van gisteren. En een derde video was niet eens echt gefilmd beeld, maar een teaser van de videogame War Thunder. Volgens het fact-check platform Full Fact is dat filmpje geanimeerd. Ja, Stefan Alonso, hoe verweer jij je tegen dit soort gewoon nepfilmpjes en desinformatie? Als je ik denk met een gezonde dosis wantrouwen. Dit is natuurlijk een hele merkwaardige oorlog. Want aan de ene kant ben ik echt best onder de indruk van hoeveel informatie er eigenlijk te vinden is. Hè. Je ziet gewoon dat de Amerikanen wisten gewoon heel veel over waar de Russen mee bezig waren. Er waren satellietbeelden. Dus er is echt een overvloed aan informatie als je dat vergelijkt met langer geleden, zou ik maar zeggen. En tegelijkertijd, die overvloed aan informatie, die gaat soms ook gepaard met golven van desinformatie. Ja. Dus het zijn wat dat betreft twee bewegingen die je duidelijk ziet. Ja, dus het is eigenlijk twee kanten, internet. Dat hebben we wel vaker geconstateerd hier aan tafel. De snelheid is fijn. Aan de andere kant, wat krijg je allemaal voorgeschoteld, Mark Josten? Hoe maak jij die schifting? Nou ja, ik probeer het zo te doen zoals Stefan dat ook doet. En kijk, we hebben denk ik het voordeel dat wij zijn opgeleid in de journalistiek, dat wij, zoals dat heet, media geletterd zijn. Maar het grote probleem hiervan is, dat is echt een heel groot deel van de wereldbevolking, ook in Nederland, die hebben die kans niet gehad om die mediageletterdheid te krijgen. En ik zelf geef samen met wat collega's van het programma Medialogica en Beeld en Geluid heel veel lessen in het land. Mediawijsheid. Mediawijsheid. En wat valt daarop? Men weet, de leerlingen in Nederland weten echt heel erg weinig van mediazaken. En ze weten niet wat een EU is, ze weten niet wat een NAVO is. Die mensen zijn ontzettend makkelijk te beïnvloeden door allerlei nepkanalen. Dan kun je zeggen dat is vervelend, maar in tijden van oorlog wordt dat natuurlijk echt riskant. Dat wordt heel erg. Ik bedoel, dit is echt een soort virtueel kernwapen. Dit is echt heel ernstig. Dat kunnen we niet genoeg. Dat kunnen we echt. Het belang is enorm groot. En hiervan vind ik echt, eigenlijk sinds de MH17, 8 jaar geleden, het neerhalen van het vliegtuig, toen barstte het al van de nepinformatie. Vanaf dat moment hadden we in Nederland daar veel meer werk van moeten maken. En dit vind ik echt helemaal een soort alarmfase call. Ja. Peter Weininga, valt dit ook onder het takenpakket van een defensief specialist inmiddels? Ja, hè? Nou, desinformatie? Ik probeer duidelijk onderdeel te geven. Onderdeel van de oorlog. Ja, zeker. Ja. En ik ben het met Mark Josten. Sorry, ik ben uw naam even kwijt. Heel erg eens. Ik had vroeger een vak op school, dat was staatsinrichting. Mm-hmm. En ik begreep dat die term inmiddels verouderd is. Maar er hoorde alles bij. Hoe werkt onze staat? Welke bondgenootschappen hebben? Wat zijn onze verplichtingen daaraan? Etcetera, etcetera. En ik heb eigenlijk het gevoel dat de laatste decennia helemaal niet meer zo indringend op school wordt gegeven. Ik kreeg het gedicteerd van een jurist. Zeg maar, moest alles opschrijven, geen lesboeken. Ik heb die schriftjes nog. En dat was natuurlijk een hele ouderwetse manier van lesgeven. Maar het is wel heel goed blijven hangen, zeg maar. Dat begrip, hoe onze maatschappij in elkaar zit, hoe die wordt bestuurd, hoe we internationaal zijn ingebed, dat is weg. Maar goed, daar is de dimensie van digitale informatie bijgekomen die in grote stromen op ons afkomt. Ja. En wat moet je daarmee en hoe duid je dat op de juiste manier en hoe zie je de context erbij? Maar dan moet dat heet mediawijsheid. Dat klopt. Ja. Maar dan moet je dus van tevoren al zelf een basis hebben, op basis waarvan je inzicht krijgt in dat soort dingen. Die mediawijsheid. Dus er zit nog een fase voor eigenlijk, voor die mediawijsheid. En die moet eigenlijk via scholen en via thuis worden aangereikt. Ja. Ik ben het hier heel erg mee Stefan eens. En, want kijk, het punt is ook een beetje, je ziet het bijvoorbeeld in het geschiedenisonderwijs. Hè, dat is echt, staat op een heel laag pitje in Nederland. En dat is op zich ook wel te begrijpen. Want het verleden behoorde echt tot het verleden. Maar wat we nu gewoon afgelopen week hebben gezien, is dat het verleden is keihard terug. En als je dan niet in staat
staat bent om het in een context te plaatsen voor jezelf, dan heb je echt een groot probleem. Dus dat moet wel echt weer beter worden. Ja, je kunt het hebben over een vak als staatsinrichting of maatschappijleer, noem het zo, kan ook. Je kunt het hebben over een vak mediawijsheid, dat belangrijk zou zijn. Wat is de journalistieke taak in dit verhaal, Mark Josten? Verantwoordelijkheid? Nee, de journalistieke taak die is om, nou ja, proberen zo feitelijk mogelijk te blijven. En ik vind dat de grote kranten in Nederland dat goed doen. En we hebben net al complimenten gegeven aan de publieke omroep. Ik denk dat een publieke omroep, een goede publieke omroep met een sterke nieuws- en actualiteitenvoorziening en een achtergrondvoorziening, dat het onontbeerlijk is om die democratie die we nu hebben. Een publieke omroep waar ook veel wantrouwen tegen is. Ja, maar ook daar. Ook dat is een kwestie van dat goede onderwijs. Want kijk, tuurlijk moet je kritisch zijn op je publieke omroep. Het zou onzin zijn om daar, te licht mee om te gaan. Maar kritiek moet wel redelijk zijn. En men moet ook inzien hoe belangrijk zo'n instituut is. Net zoals dat een Tweede Kamer een heel belangrijk instituut is. En dat kun je toch alleen maar leren op school en daarna door ervaring. Ja. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.